De speelfilm is een productie van de wijkvereniging Tussen de Rijnen. Allerlei wijkbewoners doen hier aan mee als acteurs. En we spelen eigenlijk het verhaal na van Goeiemie. Goeiemie is ook een buurtbewoonster die hier in de 19e eeuw gewoond heeft. En toen heeft ze tientallen mensen vermoord. Wat maakt deze film nou zo speciaal? Het eerste is natuurlijk dat er gespeeld wordt door de mensen die ook in deze wijk wonen. Dus wij zijn eigenlijk de nabestaanden van de mensen die eigenlijk overgebleven zijn. We hebben gekozen om het verhaal in het heden te laten spelen. En hebben we een aardige invalshoek gevonden, omdat de gemeente ook wil dat we mee gaan doen aan de participatiemaatschappij. Dus de hedendaagse Goeiemie wordt ontslagen en moet dan op last van de gemeente alsnog de mensen in de wijk gaan verzorgen. En dat loopt slecht af. Om een keer een film te maken van Goeiemie, dat is altijd een droom geweest eigenlijk al. Het is een oude bekende, want bij ons vroeger werd er al over gepraat door mijn oma. Dus ja, ik liep er al een paar jaar mee. En uiteindelijk kwam ik iemand tegen die hetzelfde idee had. En zo zijn we aan de film begonnen. Ja, dit is toch wel het graf van Leiden, vind ik. Kijk je allemaal om je heen, het is prachtig. Het heeft nog een oude stijl. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ik had al meegedaan met de eerste wijkfilm. En toen kwam ik wat mensen tegen van de eerste wijkfilm die zeiden, hey, ga je meedoen met de auditie? Toen dacht ik, nou leuk, lijkt me gezellig. Het is een heel spannend verhaal. Je leert ook heel veel mensen kennen en je leert ook iets over de geschiedenis van Leiden op deze manier. We gaan eind oktober, begin november de première doen in Trianon, de grootste première. En iedereen die meespeelt zal daar dan ook natuurlijk aanwezig zijn. En afhankelijk van de belangstelling zal die daar misschien nog een aantal keren draaien. En misschien nog een keer een kijkhuis. En na verloop van tijd brengen we hem ook uit op DVD.